gaan we nu? De Botsport. Ja, want waarom alleen daar? Nou, om 6 uur gaan alle attracties dicht. Het park is wel open, maar alle attracties zijn dicht. Behalve de Botsport en nog iets anders. Maar, Ja, en de Botsport is dit. Daar gaan wij dus zo meteen gewoon gezellig. Ja, maximaal 12 tegelijk. Ja, ook leuk. Er zijn tenminste 12 Botsporten, dus als je in je eentje in de boot gaat, kunnen 12 personen mee. Ja, en ga je met per 2 jaar en dan kan er meer erin. Ja, dus moeder en kleintje bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, precies. Gezellig. Ook gezellig. Ja, toch. En je kan je tas meenemen, zie ik. Ja, en je telefoon kun je ook meenemen. Ook dat, ja. Maar, ik ga ook zo meteen even vloggen, hè, vanaf het bootje. Yes. Leuk voor de vlog, schat, dit. Je moet ook botsen, hè? Ja, je moet botsen. Kijk, ga ik gewoon een rondje. Zo, inderdaad, boink. Alleen maar leuk. Schat, kom dan even hier naartoe dan. Ja, maar je drijft mij continu even erin, Ro. Dat is ook niet leuk. Ja? Want ik vind niks leuk. Dat scheelt weer. Hoe krijg je het voor elkaar dan? Oh, zo. Zo, dan ga ik ook even rondjes draaien. Net als wat Ro doet. En ook allemaal andere rare rotbeestjes waar ik niet mee wil. Helemaal op. Het is 17, hè? Ja, maar daar zit ook allemaal bij, et cetera, beestjes. Niet!
Met een trimbaan? Aqua swing? Hè? Huh? Ja, ik ben er ook. Hoi. Niks te doen, park is behoorlijk leeg. Toch wel even lekker. Uitkijktoren. Haal een beetje op. Wil je zwemmen, doe dat dan na 6 uur. Dan zijn eigenlijk alle attracties dicht. Behalve dus die botboten. Dat is wel even leuk. Als je de botboten doet, kijk dan even welke snelle boten. Hier is dus in principe de rodelbaan. Ja. Dan gaan we dus lekker naar boven lopen. Tak, zonnetje. Doe je veel aan sport vandaag? Nou, eigenlijk niet. Lopen, ja. Trap lopen, gewoon lopen. Stoeltje hebben? Ja, lopen. Stoeltje hebben? Ja, er is een stoeltje van. Lekker zitten. Een bos. Ik zou dit maar moeten lopen, man. Elke dag. Een paar keer. Dit is ook wel lekker om naar boven te lopen. Een rodelbaan naar boven. Ja. Daaruit. Kijk even rond en dan de rodelbaan weer naar terug naar beneden. Ja, ja. Dat is handig. Het is bijna die klim en van die trap, denk ik. Bijna wel. Bijna wel, hè? Ja, bijna wel, geloof je. Ja, alleen ik heb gewoon mijn goede schoenen niet aan. Dat is een minpuntje. Hij is wel stil, hè? Beste. Het is wel lekker rustig hier. Zo, tak. Dan zijn we er ook bijna, hoop ik. Hè? Dan gaan we naar boven klimmen. Hè? Dan gaan we naar boven klimmen. Ja. Wat ergens hebben we nou gehad, volgens mij, hoop ik. Ben. Oké, lekker in de winter. Ja, we naar beneden een beetje slee. Ja. Nog meer. Eerst even pauze hier. Of we helemaal boven in pauze nemen. Voor is niet zo druk. Nee! Rustig aan. Niet te drammen, niet te wachten in de rij. Echt, hè? En dit is het hoogste punt van Zuid-Holland. Misschien hebben we weer wat anders. Wow. Ja. Huh? Ja. Wauw. Het is nu ook heel mooi. Wauw. Onbewolkt, ja. Eens kijken hoe mooi. De zee.
Eens kijken. Kerkje. Nou, we zijn wel aan het hoogste punt in Nederland. Ik ga aan het vloggen. Ook toevallig. Daar. En daar is een haag. Daar. Zoetermeer. Schat, Den Haag. Ja. Zoetermeer. Leien volgens mij. Scheveningen daar. Ja, Scheveningen daar inderdaad, ja. Daar. Ja, daar is Scheveningen. Oeh! Nee, je kan niet doorheen kijken. Ja. Kijk of je die mee kan nemen. Nee. Vast wel. Kijk al. Ja, we lopen dus nu op de camping van Duinrel. Want Rodi moet heel nodig naar de wc. Hier waarschijnlijk. Hier waarschijnlijk, wc'tjes. Maar dus alles is dicht. Op de, in Duinrel zelf, zelfs de wc's. Dus dan gaan we maar even op de camping kijken. Ook gezellig. Het is heel gezellig. Ik mag ja, kijk eens alsjeblieft. Ik wacht wel. Helemaal prima. We zijn hier, moeten ze de afwas doen. Wc, douchen. Ook wel leuk. Kom ik weer iets. Iets leuks tegen, toch? Dat is altijd wel weer grappig. Ja, dan wil ik gaan filmen. En ik was net aan het praten. En dan zie ik dus nou net in dat ik nog niet aan het filmen was. Ook handig. Nou, wij gaan dus nu zo het park uit. Maar ik heb een bespaartip voor jullie. Ja, hele goeie. 10 euro is een verloren kaart. Voor de auto. Parkeren. Hier in de buurt. Ja, hier op het parkeerterrein. 10 euro voor eigenlijk een hele dag. Maar als je nou zoiets hebt van, nou, ik heb geen zin om die 10 euro uit te geven. Geen enkel punt. Als je nou zoiets hebt van, nou, ik loop wel even liever. Prima. Parkeren dan eventjes wat meer in de wijk. Ja. En het is gratis. Ja, vlak buiten het park is de blauwe zone. Net buiten de blauwe zone is er gratis parkeren. Dus dat scheelt weer. Ja, hoop ik toch. Misschien 10 minuten lopen voor ons. Maar ongeveer. Ik zal zo eens even kijken hoe lang het lopen is. Volgens mij en nog niet eens eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk zo. Ja, daarom. Het is zometeen voor ons park uit. Is het rechtsaf. En dan zometeen weer een straat links. En dan zijn we alweer bij de auto. Dus dat is niet heel erg veel. Dus het is 750 meter. Dus dat moet kunnen, toch? Bouw het maar mee. Dat bedoel ik. Dus ik zou zeggen, ja, als je zoiets hebt van ik wil 10 euro uitbesparen, doe dat. En dan, mooi verhaal, lekker kort. Doen we helemaal niks mee. Nee, niet? Jammer! Maar u staat er wel nou op, hè? Op en op mijn vlog. Nou, en op YouTube. Ja. Op YouTube. Ik heb ook een YouTube kanaal. Ja, ik ook. Is leuk. Hoeveel abonnees heb jij? 291 nog op dit moment. Dus ja. En als hun er niks mee willen doen, ook prima, maar wij hebben het wel gedaan. Nou, wij zijn dus nu net het park uit en we gaan dus nu naar onze auto lopen. Kijken. Even kijken hoe lang we ermee bezig zijn. Je zou hier maar wonen, hè, Kikke? Ja. Wauw. Hier hebben we nog een pannenkoekhuis. Ook lekker. Lekker! Nog een koper dan in het park. Weet je niet. Ja. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ik heb ergens. Dan zie je precies lekker met mijn mulies. Je ziet er een zak al en je zag je maar wonen. Zo. Ja, Rodi vroeg aan mij of ik het wou onthouden en waar de auto stond. Nou, prima, doe ik toch. Voor hem wel. Zo, boekjes verloren. Bijna wel.
U rijdt 39. 41. 43. 46. 41. Te hard. Te snel. Ja, maar daar staat ook dan hoeveel... seconden je en je remweg je hebt. Okay. Hoeveel seconden remweg. Okay. Staat er ook nog bij. Bijna 2 minuten nu. Op dit moment. Bijna. 3, 2, 1 en 2 minuten. Ding. Bijna. Oké. Zoveel seconden remweg heb je dan, okay, als je er wat rijdt. Komt nou het wel voor me. Ja. Gaan we eens even kijken. Wat erop staat, knipper, knipper. Zie knipper in. Ja, straks hier ergens of zo. Hier is. Zo. Lekker veel licht in je woning. Kanonne. Ja, kijk, u rijdt. Het is alvast netjes. Goed. Komt nog een auto aan. U rijdt oké. Je kan uitkijken voor een fietser. Gaan we oversteken. 3,5 minuut, Ro. Ja, dat is een mooie woning. Ja, voor en achter ook. Mooie open haard trouwens, enigszins. Ja, achtertuintje ook. Ja, hi. Voor, kijk. Daar ook een woning te koop. Die kant. Daar is ook nog 2 woningen te koop. Wacht, hè? Kunnen we wel eens gewoon eens even kijken? Ook qua op en op internet. Weet er trouwens niet hoe en hoe deze straat heet. Windlustweg. Hè? Windlustweg. Windlustweg, oké. Okay. Is het windlust? Windweg, ja. Dat zou zeker de makelaar zijn. Oh, en die is verkocht, deze. Deze is verkocht en die is te koop. Bijna 5 minuten en we zijn er bijna. Want dat is deze eerste zijstraat en dan... Oké, net buiten de metaalparkeerzone, blauwe zone. Ja. Ik denk 5,5 minuut, denk ik. Okay. Het is nu net 5 minuten nu. Even iets meer als 5,5 minuut. Iets meer. Ik denk dan de 6. Ook goed. Hier staat ons autootje. Ja, nou, dus als je wil parkeren in Wassenaar, gratis. En je gaat dus naar Duinruil. Duinsteellaan. Ja, Duinsteellaan. Daar kan je parkeren. Nou, daar zijn we weer. Kijk, nou, ik ben er. Karen is er ook. Jij bent er ook. Dat is mooi. Gewoon even kijken. Ja, ik ben er ook. Hoi. Kijken wat er aan te doen is. Verder nog, er is niks te doen. Park is behoorlijk leeg. Het was wel even lekker.
Als je naar het park gaat, ga dan een beetje vroeg. Wil je zwemmen, doe dat dan na 6 uur. Want dan zijn eigenlijk alle attracties dicht. Behalve dus die botsboten. Dat is wel even leuk. Als je de botsboten doet, kijk dan even welke een snelle boot is. Onthoud dat even. Dan neem je die lekker gewoon als volgende. Handig. En kijk, het leuke mini-treintje. Maar dat is er ook even dicht nu. Hier is de carousel. Ook leuk. We gaan nu even kijken naar de uitkijktoren. De uitkijktoren. Oh, dat is wel spannend. Kijk, hier de uitkijktoren. Even kijken. Deze hier. Uitkijktoren. Ja. Ik denk het wel. Iets. Ik kan niet helemaal goed zien. Ah, dat is beter. Misschien is de uitkijktoren ook wel dicht. Zou kunnen. Weet ik niet. Ik ga het gewoon meemaken. Neem je gewoon mee naar boven. En als ik boven ben, dan laat ik het je weer zien. Nou, dan zijn we dan, hoogste punt van Nederland. Karin is ook aan het vloggen. Goed toevallig. Daar. Stiekiebad. Dat is de glijbaantoren. Even kijken, wat er nog meer. Te zien. Hier is de roodlopbaan. Tussendoor, hier beneden ook nog. Schot, Den Haag. Ja. Zoetermeer. Zoetermeer. Leien volgens mij. Leien, Kinderijen. Katwijk, Noordwijk. Noordzee. Windmolenpark daar. Offshore schepen. Scheveningen daar ergens achter. Ja, Scheveningen daar inderdaad, ja. Kun je erheen kijken? Pas dan. Ja, daar is Scheveningen. Oeh. Ja, je kan hier doorheen kijken. Ja. Kijken of jullie mee kan nemen. Nee. Vast wel, kijk. Hier zo doorheen kijken. Dat is handig. Nou, dat ziet niet echt heel veel op, maar het is wel heel ja, mooi hier. Het is gewoon onder. Je kan hier boven de bomen uitkijken. Ja, klopt. Behalve die boom die staat in de weg. Eigenlijk. Maar die staat hier ook om een reden, omdat het lekker hoog is. En het hoogste boom is lekker verder gaan groeien. Daar ook nog meer hoge bomen. Vangen veel wind. Ik wil 1,50 cent erin knallen. Is goed. Nou kijk, daar waren we net. En naar beneden gaan we met de trap. Twee etages. 1, 2. Nou, 1 etage. Plus 2. Hier de rodelbaan. Je kan er ook jodelen. Een jodelbaan. Maar dat is ook leuk. Karin heeft weer de feestmuts op. Ja, Karin. Mooi. Hier scherpe bocht, dus dan moet je een beetje snelheid beperken. Je kan hier een matje in leggen en dan naar beneden glijden. Kan. Ik zei niet je moet doen, maar het kan wel. Ja, maar er staan nergens nu camera's of zo. Hier niet. Ja, ik heb een camera hier in de telefoon zitten. Ja, maar ik bedoel hier op deze hele baan zie ik geen camera's niks. Nee. Hier kan je de bocht uitvliegen, is ook leuk. Een beetje steiler. We hebben ook weer lekker wat geluncht. Een paar gesprekjes gevoerd met dezegene. En even de omgeving bekend. Ja, dat hebben jullie hier ook gezien. Het scheelt weer. Hier echt die rode baan door het bos heen gelegd. Zusjes proberen een vlieg te vangen, op het moment. Die zich verstopt heeft op de achterlijk plint. Hé? Ze heeft ze verstopt dan? Hé. Hey. Ze heeft ze verstopt. Kom. Gaan kijken. Kom. Gaan kijken dan. Ja, goed zo. Gaan kijken. Waar is het dan? Daar is het. Wat moet ik doen? Dode vlieg. Bah! Yeah!
Wij willen jullie weer onwijs bedanken. Wij en hij willen jullie dus inderdaad onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en duimpje omhoog. Dankjewel. Doei.